De discussie gaat vooral over eurobonds. Wat is dat, Sven, als je het simpel moet uitleggen, dat mensen het begrijpen? Als je het simpel moet uitleggen, dan betekent dat dat alle Europese landen gezamenlijk garant staan voor de schulden die gemaakt worden. En met name dan, want in het zuiden is meer geld nodig, voor de zuidelijke landen die minder vertrouwen genieten op de financiële markten en dus ook een hogere rente moeten betalen. Maar als wij het rijke noorden ook garant staan, betaalt het zuiden minder rente. En is het dus een prettiger manier voor die zuidelijke landen om geld te betalen. Voor die zuidelijke landen, uiteraard. Ja. Wat is het voordeel daarvan voor de noordelijke landen? Nou, de noordelijke landen zeggen, ja, dan moeten Nederlandse belastingbetalers dat weer gaan ophoesten. Daar zit ook nog wel een andere kant aan. Namelijk, als het zuiden zo arm wordt dat ze onze producten niet meer kopen. Nederland heeft bovenmatig geprofiteerd van de Europese Unie ten opzichte van zuidelijke landen. We hebben een exportoverschot, ik geloof, van 10%. Het was vanaf het begin nooit de bedoeling dat dat zoveel geld zou zijn. Dus het zuiden zegt, ja jongens, doe nou ook eens een keer wat voor ons terug. Zodat zij, zeg maar, gezond blijven en nog steeds producten ook kunnen blijven kopen. En wat zegt Nederland nu? Nederland zegt, we zijn solidair met jullie. We willen best geld geven, dat fonds, een gift voor de gezondheidszorg. Als er geld moet worden weggetrokken uit dat noodfonds, dat ESM, dat Europese stabiliteitsmechanisme, ooit opgericht om banken en financiële crisis te zorgen dat het systeem overeind blijft, vinden we dat prima voor de gezondheidszorg. Maar dat is natuurlijk niet wat het zuiden wil. Het zuiden wil steunen omdat die economie daar volledig plat ligt. Veel meer dan bij ons. En die zuidelijke landen willen daar geld voor.